Welkom bij Het Dilemma. In dit programma maken we kennis met de lijsttrekkers, praten over zorg, veiligheid, sport, kunst en cultuur en leggen wij de partijen 12 dilemma's voor. In deze aflevering Jan-Pieter van der Schans, CDA Ede. Mijn naam is Jan-Pieter van der Schans, ik ben 26 jaar. We staan hier op de CEE, hier werk ik. Hier loop ik door de week rond om studenten te ondersteunen, te helpen, les te geven. Ik woon iets verderop. Op het NK-terrein. Het is eigenlijk voor mij heel simpel. Als ik links afsla, dan ga ik naar de CEE. En als ik rechts afsla, dan ga ik naar het gemeentehuis. Dat zijn een beetje de punten waar ik veel kom. Ik ben niet in Ede geboren. Ik kom oorspronkelijk uit Noord-Brabant. Maar ik ben hier naartoe gekomen toen ik hier ging studeren. En nu staan we weer op de plek waar ik tegenwoordig werk. Voor Jan-Pieter van der Schans is deze onderwijsinstelling een belangrijke plaats. Dit is de CEE. Ik ben hier in 2008 zelf gaan studeren. En tegenwoordig geef ik hier les. Ik ben nu 2 jaar werkzaam als docent bedrijfskunde. En ik geef studenten daar vakken over adviesvaardigheden, maar bijvoorbeeld ook over het openbaar bestuur. Hoe ziet het openbaar bestuur eruit en hoe kom je daar als bedrijf mee in aanraking? Dus dat is waarom dat we hier staan. Ik vind het een leuke omgeving. Het is een mooi gebouw. Het is ook helemaal vernieuwd. Het is een plek waar een hele hoop jonge mensen rondlopen, vanuit de gemeente Ede, maar ook daarbuiten. Het is ook een gebouw wat staat aan de Zandlaar, waar een hele hoop andere onderwijsinstellingen zitten. Er is altijd reuring, er zijn altijd studenten, jonge mensen actief. Dus dat is een plek waar ik graag ben. De 12 dilemma's voor Jan-Pieter van der Schans, CDA Ede. Ouderenzorg of GGZ? Ouderenzorg. Conservatief of progressief? Het CDA is een middenpartij, maar dan net een beetje meer conservatief, denk ik. Individu of gemeenschap? Gemeenschap. Behoud van de bossen en natuur of ontwikkeling van het centrum? Behoud van natuur en bossen. Moet Ede een beleving worden of is Ede nu al goed en een beleving? Ede kan nog meer een beleving worden. Nieuwbouw of renoveren? Ja, ik woon in een van de oude panden op het NK-terrein, dus daar ga ik toch echt voor renoveren. Sport of kunst en cultuur? Sport. Ede moet doorgroeien of Ede is al groot genoeg? Ede mag doorgroeien. Wij handelen volledig zelfstandig of Den Haag oefent invloed uit. We zijn onderdeel van Nederland, dus Den Haag oefent invloed uit. De politiek moet een toegankelijker woordkeuze gebruiken voor de burger, of de burger moet zich meer verdiepen in het huidige taalgebruik van de politiek. De politiek moet toegankelijker en duidelijker, want wij zijn er niet voor onszelf, wij zijn er voor iedereen in de gemeente Ede. Dus dat kan echt wel wat duidelijker. De burger dichter naar de politiek brengen of de politiek dichter naar de burger brengen? Politiek naar de burger. Landelijke politieke thema's moeten ook behandeld worden in de lokale politiek, of de lokale politiek kan weinig invloed uitoefenen op de landelijke politieke thema's. Ik denk dat we ook landelijke thema's mogen bespreken en juist voor een partij als het CDA. Ik bedoel, we hebben ook in Den Haag een afdeling, kunnen we de punten die wij van belang vinden ook doorgeven aan onze Haagse partijvrienden. Zorg. Ja, de zorg is voor het CDA een belangrijk thema, maar ook vooral voor de mensen die het aangaat een heel belangrijk thema. Ik denk dat zorg om 2 redenen belangrijk is. Aan de ene kant voor de mensen die het nodig hebben. Je kunt denken aan je opa of oma die thuiszorg nodig heeft of die huishoudelijke hulp nodig heeft. Maar je kunt ook aan de jeugdzorg denken, je neefje of een buurjongen die toevallig jeugdzorg nodig heeft. Dus daarvoor is het belangrijk voor de mensen die het aangaan. Maar zorg is ook belangrijk voor de mensen die het geven. En dan denk ik aan zorgprofessionals die iedere dag aan het werk gaan om die steunkuisen aan te doen of om de tabletten klaar te leggen. Maar ik denk ook aan mantelzorgers en vrijwilligers. Dus ja, de zorg is zeker een belangrijk punt. En niet alleen maar voor het CDA, maar vooral ook voor de mensen in de gemeente Ede. Als ik naar zorg kijk, dan is er 1 punt heel erg belangrijk en dat is de eenzaamheid. Eenzaamheid onder oudere mensen met name. Je ziet dat ook in Ede de afgelopen jaren het aantal mensen dat zich eenzaam voelt, dat toeneemt. En dat zijn met name oudere mensen. Nou, dat vind ik een groot probleem, want het is niet de bedoeling in de samenleving dat er mensen zijn die zich eenzaam voelen of die geen contact meer met andere mensen maken. Dus als er 1 punt is, als het gaat over zorg, wat voor het CDA de komende jaren belangrijk is, dan is dat eenzaamheid onder ouderen. De afgelopen 4 jaar is er veel gebeurd op het gebied van zorg. Er is veel goed gegaan, maar er zijn zeker verbeterpunten. Ja, ik denk dat er inderdaad in de zorg de afgelopen 4 jaar enorm hard gewerkt is. En niet alleen maar vanuit de zorg, maar ook vanuit de gemeente Ede. Want we hebben al die taken op ons bordje gekregen als lokale overheid vanuit Den Haag. En als ik dan kijk hoe hard daar gewerkt is, maar ook waar het goed gaat. Er zijn echt wel wat dingen fout gegaan. En nog steeds waar we echt op moeten letten, geven we het geld wel op de goede manier uit. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de thuiszorg en naar de huishoudelijke hulp.
dan zijn dat denk ik twee dingen waar het in Ede redelijk goed gaat. Ik zeg dat wat voorzichtig, omdat het altijd beter kan. En omdat er altijd situaties zijn waarvan je zegt, van, nou, daar moeten we echt wel even wat meer aandacht aan geven. Maar je kunt hier in Ede goede thuiszorg krijgen, professionele thuiszorg krijgen. Ook de huishoudelijke hulp, dat is dan wat meer bijvoorbeeld voor het klappen van de ramen of het schoonmaken van het huis. Of even het helpen met de hond uitlaten, dan moet je daarbij aan denken. Dat is in Ede goed geregeld. Er zijn veel uren voor beschikbaar. Wordt ook vooral gekeken naar wat mensen nodig hebben. Dus er wordt niet alleen gezegd, nou, dit is het maximum of dit is het minimum, maar ook wat heeft u nodig. En dan kun je geloof ik tussen de 4 en de 8 uur aan die hulp krijgen. Dus er is best wel veel beschikbaar. Ik denk dat redelijk goed gaat. Veiligheid. Veiligheid is volgens mij een van de belangrijkste punten van de overheid. Als je kijkt van, nou, wat zijn nu echt kerntaken van de overheid, staat volgens mij veiligheid wel met stip op 1. Het is ook voor iedereen belangrijk, want of je nou 's ochtends vroeg je huis uitgaat, dan wil je dat je veilig over straat kan. Dus het begint al met verkeersveiligheid. Je wil dat bijvoorbeeld bij Oud en Nieuw, dat er, zoals er dit keer in Veldhuizen gebeurde, dat er geen vuurwerk door je brievenbus geduwd wordt. Dus je wil ook dat je thuis veilig bent. Dus ik denk dat veiligheid voor heel veel mensen een heel belangrijk thema is. Veel mensen voelen zich onveilig. Hier moet volgens het CDA goed naar worden gekeken. Het gevoel van onveiligheid, dat verhoudt zich niet altijd tot de feiten. Hoe veilig is het werkelijk? Dus we moeten heel goed kijken van ja, maar waarom voelen mensen zich dan onveilig en wat kunnen we daaraan doen? Nou, ik denk dat we daar echt wel wat aan kunnen doen. Volgens mij moeten we heel goed kijken dat we de inzet van politie op een goede manier kunnen doen. Ik zag nu dat ze in de gemeente Den Haag met een experiment aan de slag gaan of ze zelf als gemeente niet extra agenten in kunnen huren bij de nationale politie. Dat is nog heel erg lastig van kan dat wel en willen we dat wel op die manier. Maar dat zou bijvoorbeeld een mooi instrument zijn om meer agenten in Ede op straat te krijgen. Nou, dat is ook zeker iets wat wij de komende 4 jaar gaan uitzoeken. Kan het dat we als CDA Ede vanuit de gemeente Ede extra agenten bij de nationale politie halen en inzetten in de gemeente Ede? En dat betekent wel dat je daar als gemeente dus ook geld tegenover moet zetten. Nou, daar wordt nu vanuit Den Haag over nagedacht. De gemeente Den Haag is daarmee mee bezig. En het zou mooi zijn als we dat ook in Ede kunnen testen. Sport. Maar sport is voor heel veel mensen natuurlijk enorm belangrijk. Hè. Je kunt denken aan al die sportclubs, maar ook de korfbalclub bijvoorbeeld in Bennekom of de hockeyvereniging. Dus er zijn een hele hoop mooie sportclubs in Ede. Het is van belang dat ze dat kunnen blijven doen, dat sport voor iedereen toegankelijk is. We moeten niet hebben dat sport alleen maar iets is voor mensen die er toevallig veel geld voor hebben of die een hele hoop middelen daarvoor beschikbaar hebben. Dus dat moeten we niet doen. We moeten zorgen dat het beschikbaar is voor iedereen. Van belang bij sport is ook dat het niet te veel geld kost. Dus dat we ook als gemeente Ede de kosten, bijvoorbeeld de sportvelden, niet te hoog laten zijn. Dus dat de verenigingen, dat we die niet met allerlei kosten opjagen die ze uiteindelijk niet kunnen betalen. Want sport is, vooral ook die teamsport zijn heel erg belangrijk. Maar wat je ook ziet is dat er steeds meer individuele sporten zijn. Dan kun je denken aan dat sporten in de openbare ruimte. Je hebt hier net buiten de CE heb je ook zo'n veldje. Dat is een paar jaar geleden aangelegd met allemaal rekstokken. En er kan eindeloos gesport worden. Dat zie je ook steeds meer. Dus ook sport in de openbare ruimte. Daar moeten we als CDA veel aandacht aan geven. En niet te vergeten, denk ook aan die prachtige natuur en bossen die we hebben. Waar je mooi kunt hardlopen, waar je kunt fietsen. Er wordt een mountainbike route van 80 kilometer aangelegd in de gemeente Ede. Nou, er is op het gebied van sport een hele hoop te doen. Op het gebied van sport mag er best worden geïnvesteerd, vindt het CDA. Nou, er moet wel geïnvesteerd worden, want Ede groeit. Dus er komen ieder jaar in de gemeente Ede nieuwe mensen bij. Ik geloof dat we het afgelopen jaar bijna met 1000 inwoners zijn gegroeid. Dus we moeten ook echt kijken, hebben we de juiste capaciteit? Dus zijn er genoeg sportvelden? Zijn er genoeg voetbalvelden? Is er genoeg ruimte om te sporten? Nou, er komt hier op loopafstand een nieuwe sporthal bij. Dat is ook niet voor niks. Ja, dat is voor de volleybalsport. En ja, dat is voor de ROC. Maar het is ook voor andere sportverenigingen, zodat ze ruimte hebben ook om te kunnen groeien. Dus ja, er zal ook de komende jaren geïnvesteerd moeten worden in sport. Kunst en cultuur. Kunst en cultuur is belangrijk. Ik denk dat het vooral zit in waar komt Ede vandaan? Wat zijn we als Ede? Ik fiets iedere dag of ik rijd iedere dag met de auto langs die oude muren op het NK-terrein. Iedereen kent wel de kazerneterreinen in Ede. Of dat nu rondom Harskamp is of hier in het Ede bij het station. Dus we hebben een hele hoop mooie verhalen te vertellen over Ede. Denk aan het fantastische Krullenmuller, het Nationale Park de Hoge Veluwe. Er is een hele hoop moois te bezoeken in Ede. Of het nou het Nederlands Tegelmuseum is, of het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom, of de historische verenigingen die het verhaal vertellen over hoe de gemeente of het dorp is gegroeid door de loop der jaren. En het is volgens mij heel erg belangrijk dat we die verhalen, dat we die ook aan kinderen en aan jongeren in de gemeente Ede kunnen vertellen. En wat ik bijvoorbeeld zo'n heel mooi project vind, is dat ieder jaar 1 klas of 1 school, een basisschool, het mausoleum onderhoudt. Dan wordt
figuurlijk de sleutel overgedragen. En dan zijn zij dat jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het mausoleum of van het monument op de Ginkelse Heide, het Airborne Monument. Nou, volgens mij moeten we daar met elkaar heel veel aandacht aan geven. En het CDA is ook heel erg blij dat bijvoorbeeld het mausoleum de komende tijd wordt opgeknapt. Want dat zag er niet heel netjes meer uit op de berg. En nu wordt dat helemaal netjes gerestaureerd, zodat het straks bij de herdenking op 4 mei, want daar hebben we altijd de herdenking op 4 mei in Ede, bij het mausoleum, dat er weer netjes uitziet. Nou, er zijn mooie dingen gebeurd. Je kunt denken aan dat er wat meer kunst in de openbare ruimte is bijgekomen. Je kunt denken aan het aantal bezoekers wat er iedere keer naar het Krullenmuller komt. Er zijn ook minder mooie dingen gebeurd. Dan denk ik aan het World Arts Center. We moeten uitkijken, vind ik, dat we als Ede niet allerlei te grote ambities hebben die uiteindelijk niet bij Ede passen, maar vooral een hele hoop geld kosten. Dus daar moeten we vanaf. We moeten vooral kijken wat past er bij Ede. Een heel mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld de smederij, waar straks het Militair Historisch Platform komt. Dat is echt een mooi voorbeeld van hoe je kunst en cultuur in Ede goed op de kaart kunt zetten. Daar moeten we mee doorgaan. En laten we ook niet vergeten dat je kunt bij kunst aan schilderijen denken. Die zijn mooi. Dan kun je naar Otterlo, het Krullenmuller toe. Maar je kunt ook denken aan dat prachtige landschap wat we hier hebben. Stap is bij de Sieselt de spoorlijnen over en je staat midden in het bos. Of je doet dat bij het Wekeromse Zand of achter Bennekom in Hoekelum. Er zijn zoveel mooie plekken in Ede. Dus bij kunst en cultuur denk ik ja aan schilderijen. En ja ook aan de historie en als erfgoed. Maar ook aan die prachtige natuur die we in de gemeente Ede hebben. Bereikbaarheid is voor het CDA een belangrijk speerpunt. Ja, bereikbaarheid is een heel belangrijk punt. Ik denk dat een hele hoop mensen als ze 's avonds teruggaan naar Ede of als ze 's ochtends vroeg naar hun werk gaan, of dat nu is op de N224 bij Kernhem, of dat nu is bijvoorbeeld hier rondom de Zandlaan bij het Horapark, bij de Rotonde, of bij het ziekenhuis, dat ze in de file staan, dat ze moeten wachten voordat ze door kunnen rijden. Of dat je door kunt rijden om op de snelweg te komen. Er zijn in Ede echt wel wat knelpunten als het gaat over bereikbaarheid. Niet alleen maar voor automobilisten, maar ook voor vrachtverkeer. Bijvoorbeeld aan de afwikkeling van de Frankeng, de Heestereng, naar de snelweg. Nou, wat het CDA betreft gaan we daar de komende 4 jaar echt bovenop zitten. Gaan we niet alleen maar kijken naar, gaan we vooral kijken naar hoe kunnen we die bereikbaarheid voor die automobilist, maar ook voor die vrachtwagenchauffeur, naast wat natuurlijk heel belangrijk is, de fietsen, want die moeten we echt niet vergeten, die staat ook op een hele belangrijke plek. Maar juist ook die automobilist, die files, die moeten we in Ede verminderen. Want het levert een hele hoop uitstoot op. Het is geen frisse lucht die er uit de gemiddelde auto komt. Het kost je een hoop tijd. Daar moeten we vanaf. Het verkeer levert veel fijnstof op. Ook hier heeft het CDA oog voor. Ja, wethouder Willemien Vreugdeheel is druk bezig met fijnstof. Bij fijnstof kijken we vooral, dat is waar de wethouder mee bezig is, naar de agrarische bedrijvigheid. Hoe kunnen we de fijnstof daarbij verminderen? Maar dat zal inderdaad ook bij auto's het geval moeten zijn. En volgens mij is het daarvoor van belang dat die auto's ook door kunnen rijden. Want we kunnen allerlei discussies voeren over auto wel of niet. Maar een van de belangrijkste punten is als een auto doorrijdt, dan staat hij niet stil. Want als hij stilstaat, dan doet hij er alleen maar langer over. En dan stoot hij uiteindelijk alleen nog maar meer fijnstof uit. Ook openbaar vervoer is belangrijk. Ja, het station is heel erg belangrijk. Ik woon er op loopafstand vandaan, dus ik kan iedere dag vanuit mijn raam de treinen af en aan zien komen. Er maken een hele hoop mensen gebruik van dat station. Of je nu in Wageningen studeert, of je hier op de CEE naar school gaat, of op het ROC, of je gaat voor je werk, pak je de trein. Er zijn heel veel mensen die maken gebruik van die trein. Dat treinstation is te klein. Het ziet er ook niet zo mooi meer uit. Dat is niet het mooiste station wat we hebben in Nederland. Dus het is echt belangrijk dat we dat verbouwen. Er komt een extra spoor bij. Dus ik ben heel blij dat we, ik geloof in 2021, als het allemaal goed gaat, dat nieuwe station kunnen openen. De afgelopen jaren werd de Parklaan al veelvuldig besproken in de Edese Raad. Ja, die Parklaan, ja, dat is wel echt een hoofdpijndossier voor het CDA. Die Parklaan is heel belangrijk om de A12... te verbinden met de N224 bij het pannenkoekenrestaurant. Helemaal bij de rotonde als je naar de Heide gaat in Ede. Dat is echt wel een punt waar we hard met elkaar aan de slag moeten. Want ja, we leggen een mooie wijk aan, de Enkerwijk. We leggen de kazerneterreinen aan. Het station wordt verbouwd. Dan is het belangrijk dat je ook het verkeer daar goed en ook een beetje snel doorheen kunt loodsen. Het ligt nu bij de Raad van State. En wat het CDA betreft gaan we niet alleen maar wachten op de Raad van State, maar gaan we juist ook met de bezwaarmakende partijen aan tafel om te kijken, joh, kunnen we toch niet een oplossing vinden? Want dat is wel echt hard nodig. De verkeersveiligheid staat op het spel. Ook voor fietsers is de situatie niet altijd even veilig. Bedenk er maar aan dat je vanaf het Enkerterrein met de fiets naar beneden komt. Nou, er zijn wat maatregelen genomen, maar dat zijn allemaal knip- en plakmaatregelen, omdat we eigenlijk die belangrijke parklaan die we met elkaar willen, niet kunnen aanleggen. Waarom moeten wij stemmen op CDA Ede?
Ja, het CDA stemmen, het is een hele leuke partij allereerst. En we hebben een fantastisch team met een hele hoop diverse mensen, van jong naar oud. Ik ben zelf 26 en we hebben ook mensen die tegen de pensioengerechtigde leeftijd aanzitten. Maar wat vooral belangrijk is, en dat staat in onze slogan is samen voor morgen. En dat is misschien wel de kern van het CDA. We doen het samen, niet alleen als partij. In dat gemeentehuis, want je doet dat met andere politieke partijen. Je doet het als politiek niet alleen, want je doet het juist met die samenleving, want daar doen we het voor. Dus je doet het met alle mensen in de gemeente Ede, van Otterlo tot Bennekom. En je doet het voor morgen. Politiek doen we niet voor onszelf, het CDA is er niet voor zichzelf, maar de politiek is ervoor om ervoor te zorgen dat we morgen weer een mooie stap verder kunnen. Dus dat al de mensen in de gemeente Ede met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. Dus samen voor morgen. En dat is de reden waarom dat mensen op het CDA mogen stemmen.